Goedenavond. Welkom bij een nieuwe aflevering van Focus. Het programma waar het accent gelegd wordt op de activiteiten die voor u van belang zijn. Vandaag in Focus. Surinamers worden opgeroepen actief deel te nemen aan Earth Hour. Implementatie professionele voetbalcompetitie SML en Rotary District Governor Glasgow heeft onderhoud met president Santokhi. Jaarlijks organiseert de World Wildlife Fund wereldwijd Earth Hour. Hierbij wordt de verlichting voor 1 uur uitgeschakeld. Middels deze symbolische actie vraagt het WWF aandacht voor natuurbescherming en milieuproblematiek. Met het thema Your Hour, Your Power van Earth Hour 2024 is op dinsdag 30 januari een oproep gedaan om ook actief bij te dragen aan de bescherming van de natuur. De aanloop is anders, want we gaan in plaats van alleen focussen op de dag van Earth Hour en op dat moment iets doen samen met de gemeenschap, focussen we dit jaar ook op de aanloop. We vragen eigenlijk tussen 1 februari en 23 maart, de dag van Earth Hour, iedereen to give an hour for Earth. En het thema is Your Hour, Your Power, omdat je dus op je eigen manier een uur kan geven voor de aarde. Je kan iets doen wat bij jou past, wat binnen jouw leefstijl past. Maar dat wel degelijk een positieve impact moet hebben op de aarde. Dat is het thema. Nou, op zich is het niet nodig om de uren te tellen, want het is maar een nummer. Hè? Het gaat om de verandering. Maar het is wel zo dat zoveel mogelijk uren voor de aarde is natuurlijk een zo groot mogelijke impact op onze leefomgeving. En waarom we ervoor hebben gekozen om die uren te banken, om ze op te tellen, is om anderen te enthousiasmeren. Als je ziet, hé, het gaat goed en die heeft uren gebankt en dat bedrijf heeft uren gebankt, want daarom laten we dat ook zien. Dan denk je, oh, dat is misschien wel leuk, laat me ook meedoen. Het gaat erom dat we mensen motiveren om mee te doen, die eigenlijk uit zichzelf wel weten dat het niet zo goed gaat met de aarde, maar niet zo goed weten wat ze moeten doen. Die mensen willen we inspiratie geven. Dat doen we op de website earthhoursuriname.com. Maar dus ook door alle uren die anderen al hebben gegeven zichtbaar te maken. Waardoor je ja, eigenlijk daar inspiratie uit kunt halen en zelf iets kunt gaan doen. Nou, een beetje een out-of-the-box idee. Want mensen denken al snel aan, oh, dan moet ik een clean-up gaan doen. En dat is niet iets wat bij iedereen past. Hè? Een clean-up is ontzettend goed, heeft direct impact. Maar is misschien niet iets wat bij jou past. Ik vond het een heel leuk idee om een swap party te organiseren. Dus dat je zegt, hé, we gaan uit zaterdag. En de helft van je vriendinnengroep wil al naar de mall gaan om een nieuwe outfit te scoren. Maar je kan ook met z'n allen bij elkaar komen. Zeggen, hé, deze kledingstukken draag ik niet meer. En het gaan ruilen met elkaar. Dan heb je eigenlijk geen nieuwe kleding gekocht. Dus je hebt weer meer geld om uit te geven als je uitgaat. Plus je bent duurzamer bezig. Want het is niet nodig geweest om dus kleding te produceren daarvoor. Dus dat is duurzamer om een swap party te organiseren dan om naar de mall te rennen en nieuwe kleding te gaan kopen. Dus dat vond ik zelf een leuk voorbeeldje, maar er staan 30 voorbeelden op de Earth Hour site. Het bestuur van de Surinaamse Voetbalbond en de door hun ingestelde commissie, de Steering Committee, hebben op dinsdag 30 januari 2024 hun opwachting gemaakt bij president Chandrika Prasad Santokhi. Tijdens deze ontmoeting is er gesproken over recente ontwikkelingen en de implementatie van een professionele voetbalcompetitie genaamd de Suriname Major League. Wat we net hebben besproken met de president is eigenlijk een mijlpaal voor
sport in algemeenheid in Suriname, maar het gaat verder dan sport. De hele ontwikkeling van de omgeving hier. Het gaat om eigenlijk de implementatie van een profvoetbalcompetitie, waarbij in feite de hele structuur en de aanpak voor ontwikkeling van, laten we zeggen, de voetbalverenigingen in Suriname, maar daar ook de ontwikkeling van in feite alle stakeholders. Spraken we over scheidsrechters, als je praat over de vereniging van oefenmeesters, sportjournalisten. Eigenlijk een totaal plan waarbij de FIFA 4 jaar ondersteuning heeft gegeven. Eigenlijk aan de hand van het plan dat Suriname heeft gemaakt vanuit een steringcommittee die door de SVB in het leven is geroepen. Met name om dit traject te trekken. Er zijn in het verleden heel veel pogingen geweest. 1970, 1995, 2005, 2016. En dit is eigenlijk de vijfde in het geheel. Waarbij er in het verleden heel goed werk is verricht. Dat is eigenlijk genomen. En we hebben het nog sterker gemaakt in het geheel. Waarbij we met name de binding vanuit de clubs, vanuit de spelers, vanuit alle actoren eigenlijk ervoor heeft gezorgd dat we nu de approval hebben van FIFA. En in feite op 23 februari zullen we beginnen met de profcompetitie. En dat biedt veel kansen voor sport in Suriname, omdat we praten over een beleving. We moeten ervoor zorgen dat voetbal weer de DNA krijgt die het toebehoort. We zijn de dribbelaars, de Brazilians van de Caribbean, en daarvoor moeten we zorgen dat we eigenlijk een professionele organisatie bij elkaar zetten en in 4 jaar iedereen die daarbij betrokken is naar een volgend niveau trekken. Rotary District Governor Brian Glasgow heeft in het kader van sociale projecten een ontmoeting gehad met president Santokki. Bij deze gelegenheid is onder andere gesproken over de steun van de organisatie aan de regering. De ontmoeting heeft plaatsgevonden op dinsdag 30 januari op het kabinet van de president. I represent Rotary District 7030, which is a group of 17 countries in the Rotary world. These countries include 3 countries in South America and 14 islands in the Caribbean. So during the meeting, we discussed the role of Rotary working along with the government to assist underprivileged people to do more social programs and essentially to make our region, Suriname and the other countries, a better place for all of us. So in a nutshell, that was what was discussed. Your president is a very experienced professional, and we did have some discussions on the state of the economy of the region. And what we recognize is that we all have the same challenges as a region, and the way to overcome our challenges is to work together as independent countries, work together as a region, and to continue to engage the support of NGOs, of private-public partnerships, and of clubs like the Rotary Club in improving the economies and in making life better for all our people. Dit was Focus. Bedankt voor uw aandacht. Goedenavond, kijkers.